Nou, leerlingen, welkom bij deze video. Ik heb een speciale gast, René Cartier, een Franse geograaf. En die stelt zich even voor. Goedendag allemaal, ik ben René Cartier. Ik kijk er naar uit om met jullie te praten over klimaat en klimaatverandering. Nou, we weten natuurlijk al lang wat het verschil tussen weer en klimaat is en dat klimaten altijd veranderen. Maar we willen het hebben over de belangrijkste klimaatfactoren. Wat denk jij, René, zijn nou de belangrijkste klimaatfactoren? De belangrijkste klimaatfactoren zijn de breedteligging, hoogteligging, afstand tot de zee, ligging van gebergtes en de invloed van wind- en oceaanstromen. Elk van deze factoren speelt een rol in hoe een gebied opwarmt of afkoelt en beïnvloedt het lokale klimaat sterk. Dankjewel, René. We onderscheiden ook wel vier sferen. De atmosfeer, de hydrosfeer, de lithosfeer en de biosfeer. Hoe interacteren die als het gaat om het ontstaan van een klimaat? De atmosfeer, hydrosfeer, lithosfeer en biosfeer werken samen als een systeem dat het klimaat vormt. De atmosfeer bepaalt temperatuur en neerslag. De hydrosfeer transporteert warmte via waterstromen. De lithosfeer beïnvloedt temperatuur door albedo en gebergteformaties. En de biosfeer, met planten en dieren, kan warmte vasthouden of reflecteren. Hun wisselwerking zorgt voor de diversiteit aan klimaten wereldwijd. Dankjewel, René. Welke veranderingen in de atmosfeer hebben nou invloed op bijvoorbeeld de hydrosfeer? Veranderingen in de atmosfeer, zoals een toename van broeikasgassen, verhogen de temperatuur. Dit leidt tot smeltend ijs en hogere verdamping, wat de hydrosfeer beïnvloedt door zeespiegelstijging en veranderingen in oceaanstromen. Deze effecten versterken klimaatverandering en hebben impact op de watercyclus wereldwijd. Nou hebben we de laatste jaren gezien dat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer toeneemt, met name kooldioxide. Ja, de hoeveelheid broeikasgassen, vooral kooldioxide en CO2, is de laatste jaren sterk toegenomen door het verbranden van fossiele brandstoffen. Deze stijging versterkt het broeikaseffect, waardoor de aarde opwarmt en het klimaat verandert. René, hoe komt het eigenlijk dat de aardatmosfeer warm is? De atmosfeer warmt op doordat zonlicht het aardoppervlak bereikt en daar wordt omgezet in warmte. Die warmte straalt de aarde terug naar de atmosfeer, waar broeikasgassen zoals kooldioxide en waterdamp een deel van die warmte vasthouden. Zo blijft de temperatuur op aarde geschikt voor leven. Ik begrijp dat dit ook wel de energie- of stralingsbalans genoemd wordt. Precies, dat klopt. De energiebalans, ook wel stralingsbalans genoemd, is de optelsom van de inkomende zonnestraling en de teruggekaatste en uitgestraalde warmte. Deze balans bepaalt of de aarde opwarmt of afkoelt. En wat is er nou precies veranderd in die energiebalans? Waarom verandert het klimaat nou eigenlijk? De energiebalans is verstoord doordat meer broeikasgassen, zoals kooldioxide, in de atmosfeer terechtkomen. Hierdoor wordt meer warmte vastgehouden dan vroeger, wat leidt tot een opwarming van de aarde. Deze opwarming beïnvloedt weer- en klimaatpatronen wereldwijd, wat resulteert in extremere weersomstandigheden en een verschuiving van klimaatzones. Nu is het wel zo dat als de aarde warmer wordt, dan krijg je ook meer verdamping en wellicht ontstaan er dan meer wolken. En wolken hebben juist een afkoelende werking, toch? Ja, dat klopt. Wolken weerkaatsen een deel van het zonlicht terug de ruimte in, wat een afkoelend effect heeft. Dit noemen we negatieve terugkoppeling. Maar wolken kunnen ook warmte vasthouden, vooral 's nachts, wat juist een opwarmend effect heeft. Het netto-effect van wolken op het klimaat hangt af van hun type, hoogte en dichtheid. Nou, is water best een ingewikkelde materie, hè? Als het een gas is, is het onzichtbaar. Als het een wolk is,
dan is het eigenlijk wit. En als het water is in de oceaan, dan heeft het ook nog hele andere eigenschappen als bijvoorbeeld het land. Precies. Water heeft unieke eigenschappen in verschillende vormen. In gasvorm, als waterdamp, draagt het bij aan het broeikaseffect. Wolken, met hun witte kleur, reflecteren zonlicht en koelen zo de aarde. En in vloeibare vorm, zoals in oceanen, warmt water langzamer op en koelt het langzamer af dan land. Deze eigenschappen maken water essentieel voor het reguleren van het klimaat. Nou, ik vind dat heel goed gaat, René, tot dusver. Wat vind jij ervan? Dank je, Martin. Ik vind het een waardevolle uitleg, omdat we zo kunnen zien hoe complex en nauw verbonden al deze processen zijn in het klimaat. Het begrijpen van deze interacties helpt ons om de veranderingen in ons klimaat beter te doorgronden en het belang van klimaatmaatregelen in te zien. Laten we het even hebben over breedteligging en over de instraling van de zon. Wat kun je daarover vertellen? De breedteligging bepaalt hoeveel zonlicht een gebied ontvangt. Rond de evenaar valt de zon loodrecht in, waardoor deze gebieden het hele jaar door veel energie krijgen en warm blijven. Op hogere breedtes, zoals de polen, komt de zon schuin binnen, waardoor het licht over een groter oppervlak verspreid wordt en minder warmte afgeeft. Dit verschil in zoninstraling creëert de temperatuurverschillen die de basis vormen voor onze klimaatverschillen. Nu is er ook een verschil als de zon schijnt op een zuidhelling of op een noordhelling. En dat is niet breedte afhankelijk. Klopt, dat verschil komt door de hellingshoek van het terrein. Een zuidhelling op het noordelijk halfrond ontvangt meer zonlicht en is vaak warmer dan een noordhelling, omdat de zon daar directer op schijnt. Dit fenomeen speelt lokaal een grote rol, vooral in bergachtige gebieden, waar zuidhellingen vaak minder sneeuw houden en sneller opwarmen dan noordhellingen. Nou, dat betekent dat lokaal dus hele sterke temperatuurverschillen kunnen ontstaan tussen de nacht en de dag. Ja, precies. Vooral in gebieden met weinig waterdamp en wolken, zoals woestijnen, ontstaan er grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Overdag warmt het oppervlak snel op door de directe zoninstraling, terwijl het 's nachts sterk afkoelt omdat er weinig is om de warmte vast te houden. Dit verschil kan lokaal aanzienlijk zijn en speelt een rol in het klimaat van droge, heldere regio's. Nou, hoewel dus de meeste zonne-energie wordt afgegeven rond de evenaar, krijg ik wel een verplaatsing van die energie door zowel lucht als water. Kun je daar iets over vertellen? Ja, de aarde heeft systemen om de warmte van de evenaar naar hogere breedtes te verplaatsen, zowel door lucht als waterstromen. De passaatwinden en westenwinden vervoeren warme lucht, terwijl oceaanstromen zoals de Golfstroom warm water naar koudere gebieden brengen. Deze circulaties helpen om temperatuurverschillen te verkleinen en het klimaat te stabiliseren op verschillende breedtegraden. Nu moeten we het even hebben over de atmosfeer, de onderkant van de atmosfeer, de troposfeer. Daarin, als je hoger komt, wordt het kouder. Hoe komt dat eigenlijk? In de troposfeer daalt de temperatuur met de hoogte, omdat de warmte afkomstig is van het aardoppervlak, dat zonnestraling absorbeert en als warmte uitstraalt. Hoe hoger je komt, hoe verder je van deze warmtebron bent en hoe dunner de lucht, wat leidt tot minder warmtebehoud. Hierdoor wordt het kouder naarmate je hoger gaat in de troposfeer. Er zijn natuurlijk ook minder broeikasgassen hoog in de atmosfeer. Ja, dat klopt. Hogere concentraties broeikasgassen bevinden zich dichter bij het aardoppervlak, waar ze warmte vasthouden. Op grotere hoogtes, in de bovenste lagen van de troposfeer, is de concentratie van deze gassen veel lager, wat bijdraagt aan de lagere temperaturen op die hoogtes. Veel leerlingen en andere mensen hebben wel eens gehoord van het gat in de ozonlaag en ze denken dan dat dat dan de aarde opwarmt. Maar volgens mij is dat niet zo. Wat denk jij? Je hebt gelijk. Het gat in de ozonlaag veroorzaakt geen opwarming van de aarde. De ozonlaag beschermt ons vooral tegen schadelijke ultraviolette UV-straling van de zon,
maar heeft weinig invloed op het broeikaseffect dat verantwoordelijk is voor de opwarming. Broeikasgassen, zoals kooldioxide en methaan, houden warmte vast in de troposfeer, terwijl het ozongat zich in de stratosfeer bevindt en daar vooral invloed heeft op de stralingsbescherming, niet op de temperatuur. Nou, ik vind het heel knap dat je dat allemaal weet, René. We gaan gauw weer verder naar de volgende dia. Ik wilde iets vragen over het albedo-effect, want dat is ook erg belangrijk lokaal. Merci, Martin. Laten we doorgaan met de volgende dia. Ja, de volgende dia is het albedo-effect. Dus de invloed die de kleur van het aardoppervlak heeft en de gesteldheid van het aardoppervlak op de opwarming ter plekke. Het albedo-effect verwijst naar de mate waarin het aardoppervlak zonlicht reflecteert. Lichte oppervlakken zoals sneeuw en ijs hebben een hoog albedo en weerkaatsen veel zonlicht, wat voor verkoeling zorgt. Donkere oppervlakken, zoals bossen of asfalt, absorberen meer zonlicht en warmen daardoor sneller op. Dit verschil speelt een grote rol in de lokale opwarming en draagt bij aan klimaateffecten, zoals het smelten van ijs, wat weer minder zonlicht reflecteert en zo de opwarming versterkt. Ja, dat is een positieve terugkoppeling op het klimaat. Kan je daar even iets meer over vertellen? Ja, een positieve terugkoppeling versterkt een proces. In het geval van het albedo-effect betekent dit dat als ijs en sneeuw smelten door opwarming, ze worden vervangen door donkerder oppervlak, zoals water of rots. Dit donkere oppervlak absorbeert meer zonlicht, wat de opwarming verder versnelt en nog meer smelt veroorzaakt. Zo ontstaat een vicieuze cirkel, waarbij het smelten van ijs en sneeuw de opwarming blijft versterken. Wat is eigenlijk aan de hand met vegetatie? Vegetatie is groen. Wat doet dat eigenlijk met het albedo? Vegetatie zoals gras en bossen heeft een gemiddeld albedo. Het reflecteert minder zonlicht dan sneeuw of zand, maar meer dan water of asfalt. Groen absorbeert dus een deel van het zonlicht, wat bijdraagt aan de opwarming van het gebied. Bovendien speelt vegetatie ook een rol in het vasthouden van vocht en het verdampen van water, wat het lokale klimaat beïnvloedt door verkoeling. Ja, maar er wordt ook weinig van het zonlicht omgezet in infraroodstraling door vegetatie. Dat klopt. Vegetatie zet een deel van het zonlicht om in energie voor fotosynthese in plaats van warmte. Hierdoor wordt minder zonlicht omgezet in infraroodstraling, die anders zou bijdragen aan de directe opwarming van de lucht. Dit proces zorgt voor een zekere mate van verkoeling in vegetatierijke gebieden, waardoor de opwarming daar minder intens is dan bijvoorbeeld op kale, donkere oppervlakken. Ja, en als je het ook nog de zon op een oceaan schijnt, of op een grote watermassa, een meer bijvoorbeeld, dan gebeurt er ook iets heel raars met die warmte, want die wordt dan eigenlijk niet meteen afgegeven. Inderdaad, water reageert heel anders op zo'n instraling dan land. Zonlicht dringt dieper door in water, waardoor de warmte over een groter volume wordt verdeeld en het water langzamer opwarmt. Bovendien houdt water warmte langer vast en koelt het langzamer af. Dit betekent dat oceanen en grote meren de temperatuur geleidelijk afgeven, wat een stabiliserend effect heeft op het klimaat en zorgt voor mildere temperaturen in de nabijgelegen gebieden. Ik wil het even hebben over de mondiale luchtcirculatie. Wat kun je daarover vertellen? De mondiale luchtcirculatie is het systeem waarbij warmte wordt verplaatst van de evenaar naar de polen via grote luchtstromen. Rond de evenaar verwarmt de zon de lucht sterk, waardoor deze stijgt en richting de polen stroomt. Deze warme lucht koelt onderweg af, daalt in de subtropen en keert als passaatwind terug naar de evenaar. Dit patroon herhaalt zich in verschillende zones en creëert luchtstromen, zoals de Hadley, Farrell en Poolcellen, die verantwoordelijk zijn voor verschillende klimaatzones en weerpatronen wereldwijd. En dan op hogere breedtes krijg je afgeleid ervan ook windpatronen.
Ja, op hogere breedtes worden windpatronen beïnvloed door de rotatie van de aarde, wat het Coriolis-effect veroorzaakt. Laten we het hier even bij laten. Bij ons staat er een luchtig verschil op de evenaar. Hè? Helemaal goed, Martin. Laat maar weten wanneer je klaar bent om verder te gaan. Er ontstaat ook een luchtdrukverschil bij de evenaar door die stijgende lucht. Hoe werkt dat precies? Bij de evenaar verwarmt de zon de lucht sterk, waardoor deze opstijgt. Dit zorgt voor een laag drukgebied aan het aardoppervlak, omdat de opstijgende lucht de ruimte leeg achterlaat. Deze stijgende warme lucht koelt op grote hoogte af en stroomt richting hogere breedtes, waar het uiteindelijk weer daalt en een hoge drukgebied vormt. Zo ontstaat een circulatiepatroon met lage druk bij de evenaar en hoge druk rond 30 graden breedte, wat de basis vormt voor de mondiale luchtcirculatie. En zo ontstaat natuurlijk ook wind aan het aardoppervlak. Precies. Wind ontstaat doordat lucht van een hoge drukgebied naar een lage drukgebied stroomt om het drukverschil te compenseren. Rond de evenaar stijgt de warme lucht op en de lucht van de subtropische hoge drukgebieden stroomt naar dit lage drukgebied. Deze luchtstromen aan het aardoppervlak vormen de passaatwinden die richting de evenaar waaien en door het Coriolis-effect afbuigen, wat de windrichtingen beïnvloedt. Nu is er bij de polen eigenlijk altijd een hoge luchtdruk. Hoe komt dat eigenlijk? Bij de polen is er altijd een hoge drukgebied omdat de lucht daar continu afkoelt. Deze koude lucht zakt en creëert een gebied met hoge druk aan het oppervlak. Door de lage temperaturen en beperkte zoninstraling blijft dit hoge drukgebied stabiel en zorgt het voor koude, droge omstandigheden in de poolregio's. Het Coriolis-effect, de afwijking naar rechts op het noordelijk en naar links op het zuidelijk halfrond met de wind in je rug, is mij best wel moeilijk te begrijpen. Ik wil niet dat je het helemaal gaat uitleggen, maar hoe komt het nou eigenlijk dat die wind die afwijking lijkt te hebben? Die afwijking, het Coriolis-effect, ontstaat door de draaiing van de aarde. Omdat de aarde draait, beweegt het oppervlak sneller bij de evenaar dan bij de polen. Wanneer lucht of water van de evenaar naar de polen stroomt, behoudt het die hogere snelheid, wat leidt tot een afbuiging naar rechts op het noordelijk halfrond en naar links op het zuidelijk halfrond. Deze draaiing beïnvloedt zo de richting van de wind en zeestromen. Bij de dalende lucht bij de hoge drukgebieden rond 30 graden noorden en zuiden breedte is het vaak heel droog. Hoe komt dat eigenlijk? Rond 30 graden breedte daalt de lucht die eerder bij de evenaar is opgestegen en onderweg is afgekoeld. Deze dalende lucht warmt op naarmate ze dichter bij het aardoppervlak komt, wat de luchtvochtigheid verlaagt en zorgt voor droge omstandigheden. Daarom vinden we op deze breedtegraden vaak woestijnen, zoals de Sahara en de Australische Outback. Ik wil nu even hebben over iets dat heet de intertropische convergentiezone. Wat is dat eigenlijk? De intertropische convergentiezone, ITCZ, is een gebied rond de evenaar waar passaatwinden uit het noordelijk en zuidelijk halfrond samenkomen. Door de sterke zoninstraling rond de evenaar stijgt de lucht hier snel op, wat een lage druk veroorzaakt. Deze zone verplaatst zich met de seizoenen en zorgt voor veel neerslag, waardoor het een belangrijke rol speelt in het tropische regenklimaat. Waarom is dat de intertropische convergentiezone in de zomer op het noordelijk halfrond en waarom in de winter, onze winter, de zomer op het zuidelijk halfrond, juist daar? De ITCZ verplaatst zich met de seizoenen omdat deze zone volgt waar de zon het sterkst op de aarde invalt.
In de zomer op het noordelijk halfrond staat de zon loodrecht boven gebieden noordelijk van de evenaar, waardoor de ITCZ zich naar het noorden verplaatst. In de winter verplaatst de zon zich naar het zuidelijk halfrond en volgt de ITCZ deze zonale positie, wat zorgt voor tropische regenseizoenen in verschillende periodes afhankelijk van de locatie. Nu volgt de ITCZ die loodrechte zonnestraling inderdaad, maar boven oceanen eigenlijk veel minder dan boven land. Hoe komt dat? Boven land verplaatst de ITCZ zich verder dan boven oceanen, omdat land sneller en sterker opwarmt dan water. Land absorbeert meer zonnewarmte en reageert sneller op seizoensveranderingen, wat zorgt voor een grotere temperatuurstijging en daarmee een sterkere lage druk die de ITCZ noord- of zuidwaarts trekt. Oceanen warmen langzamer op, waardoor de drukverschillen minder groot zijn en de ITCZ minder ver verplaatst boven water. Sommige landmassa's komt de ITCZ zelfs hoger dan de keerkring. Bijvoorbeeld boven Azië is dat zo. Kan jij dat verklaren? Ja, boven Azië, met name tijdens de zomermaanden, trekt de intense opwarming van grote landmassa's, zoals de Himalaya en de Tibetaanse hoogvlakte, de ITCZ ver boven de Kreeftskeerkring. Deze extreme opwarming creëert een sterke lage druk, wat de ITCZ noordwaarts trekt tot boven de keerkring. Dit effect veroorzaakt ook de moesson in Zuid-Azië, waarbij vochtige luchtmassa's vanuit de Indische Oceaan worden aangevoerd en veel neerslag brengen. Ja, het komt ook omdat het een zuidhelling is, hè, de Himalaya. Ja, precies. De zuidhelling van de Himalaya ontvangt veel zoninstraling, wat zorgt voor extra opwarming. Deze opwarming versterkt de lage druk in het gebied, waardoor de ITCZ nog verder naar het noorden kan trekken. De ligging en helling van de Himalaya spelen zo een cruciale rol in de moessonpatronen en de noordelijke positie van de ITCZ in de zomer. We gaan nu even hebben over de mondiale oceanische circulatie. Hoe komt dat eigenlijk tot stand? De mondiale oceanische circulatie ontstaat door de combinatie van windpatronen en verschillen in temperatuur en zoutgehalte van het water, ook wel thermohaline circulatie genoemd. Warmer, minder zout water stroomt vanuit de tropen naar hogere breedtes, zoals de Golfstroom. Daar koelt het water af, wordt zouter door verdamping en zinkt bij Groenland. Dit koude, zoute water stroomt vervolgens langs de bodem van de oceaan terug naar de tropen. Dit circulatiesysteem verdeelt warmte over de aarde en speelt een belangrijke rol in het klimaat. Het lijkt erop alsof de zeestroom ook een beetje beïnvloed wordt door de overheersende windrichtingen. Hoe zit dat bijvoorbeeld met de Gulf Stream? Ja, de Gulf Stream wordt sterk beïnvloed door overheersende westenwinden die vanuit Noord-Amerika naar Europa waaien. Deze winden duwen het warme water van de Golf van Mexico richting Europa. Het Coriolis-effect, door de draaiing van de aarde, buigt de stroming vervolgens af, waardoor de Gulf Stream een noordwaartse richting krijgt. Zo brengen deze windrichtingen warm water naar Noordwest-Europa, wat zorgt voor een milder klimaat in deze regio. De oceaanstromen maken ook kleine cirkelbewegingen, dus alsof het kleine lage drukgebiedjes zijn. Hoe zit dat eigenlijk? Die cirkelbewegingen in oceaanstromen heten gyres en ontstaan door de combinatie van de overheersende windrichtingen en het Coriolis-effect. Op het noordelijk halfrond draaien deze gyres met de klok mee en op het zuidelijk halfrond tegen de klok in. Wind duwt het water in een bepaalde richting, maar door de draaiing van de aarde buigt het water af, waardoor een ronddraaiende stroming ontstaat. Deze gyres helpen om warmte over de oceanen te verdelen en beïnvloeden het klimaat van kustgebieden. Boven de grote oceaan heb ik ook nog te maken met een overheersende stroming naar het westen toe. Zeker rond de evenaar. Hoe zit dat precies? Rond
Rond de Evenaar stroomt het water in de Grote Oceaan inderdaad overwegend westwaarts. Dit komt door de passaatwinden die oost naar west waaien langs de Evenaar. Deze constante winddruk duwt het water in westelijke richting, waardoor een sterke westwaartse stroming ontstaat, bekend als de equatoriale stroom. Wanneer El Niño optreedt, verzwakken deze passaten, waardoor deze stroming vermindert en de oceaantemperaturen aan de oostkant van de Grote Oceaan stijgen. Op El Niño en La Niña komen we straks nog even terug. Die golfstroom heeft natuurlijk wel heel veel invloed op de temperatuur in West-Europa. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. De golfstroom brengt warm water vanuit de golf van Mexico naar Noordwest-Europa, wat zorgt voor milder klimaat in deze regio. Zonder de golfstroom zou het klimaat in West-Europa kouder zijn, vergelijkbaar met dat van gebieden op dezelfde breedtegraad in Noord-Amerika. Deze warme zeestroom helpt ook om extremere temperatuurschommelingen te voorkomen en bevordert een relatief stabiel en gematigd klimaat in West-Europa. Nu is klimaatverandering van heel veel invloed op de oceanen zelf. De oceanen veranderen daardoor ook. Recent is gebleken dat de temperatuur in de oceaan ook heel sterk aan het stijgen is, wat allerlei extreem weer heeft gegeven de afgelopen jaar in Europa. Heel veel neerslag, op andere plekken juist weer droogte. Kan je daar kort iets over vertellen? Ja, de opwarming van de oceanen versterkt extreem weer. Warmer oceaanwater verdampt sneller, wat zorgt voor meer vocht in de atmosfeer. Dit leidt tot intensere regenval en overstromingen in sommige gebieden. Tegelijkertijd veranderen oceaanstromen door de opwarming, wat droogte kan veroorzaken in andere gebieden doordat neerslagpatronen verschuiven. Deze veranderingen in de oceaan verhogen de frequentie en intensiteit van extreem weer, zoals zware stormen, hittegolven en droogtes. Vooral merkbaar in Europa en andere kwetsbare regio's. Nu zijn er aanwijzingen dat de golfstroom eigenlijk afzwakt. En ik zie een plaatje vormen waarin een soort rampscenario wordt geschetst van temperatuurdaling die dan zou optreden in de buurt van West-Europa. Ja, er zijn aanwijzingen dat de golfstroom verzwakt door klimaatverandering. Als smeltend ijs van Groenland het Noord-Atlantische water verdunt, wordt het minder zout en zakt het minder goed naar beneden, wat de diepwaterpomp verstoort. Dit kan de golfstroom afzwakken of zelfs stilleggen. In dat scenario zou West-Europa minder warm water ontvangen, wat leidt tot koudere winters en mogelijk een flinke temperatuurdaling. Zo'n verandering zou grote impact hebben op het Europese klimaat en de stabiliteit van weerpatronen. Ik zie hier voor me een plaatje van Engeland en dat heet dan de EMOC Collapse. En dan zou Engeland een stuk droger kunnen worden. Ja, dat klopt. Een mogelijke EMOC Collapse, Atlantic Meridional Overturning Circulation, zou niet alleen voor koudere temperaturen zorgen, maar ook de neerslagpatronen beïnvloeden. Door de verzwakking of stillegging van deze circulatie zou Engeland en delen van West-Europa minder vochtige lucht aangevoerd krijgen. Dit kan leiden tot drogere omstandigheden, vooral in de zomer. De AMOC regelt zowel warmte als vochttransport naar Europa. En een verstoring zou dus grote gevolgen hebben voor het klimaat en de landbouw in deze regio's. Oké, we gaan het even hebben over de normale situatie op de Grote Oceaan, waarbij de winden altijd naar het westen gaan en het warme water bij Indonesië terechtkomt. Maar een El Niño-situatie is precies andersom. Kan jij er iets over vertellen? Natuurlijk, Martin. In de normale situatie op de Grote Oceaan blazen de passaatwinden naar het westen, waardoor warm oppervlaktewater zich ophoopt bij Indonesië.
Tijdens een El Niño verzwakken deze passaatwinden en soms draaien ze zelfs om, waardoor het warme water terugstroomt naar het oosten, richting Zuid-Amerika. Dit veroorzaakt veranderingen in het klimaat wereldwijd. Nou, de meeste veranderingen zijn natuurlijk aan de kust van Zuid-Amerika, aan de westkust in Australië en in Indonesië. Maar inderdaad zijn er heel veel andere effecten. Zelfs Europa had daar dit jaar erg veel last van. Kan je vertellen wat de effecten in West-Europa waren? In West-Europa bracht El Niño dit jaar extremere weersomstandigheden. We zagen een toename van hittegolven, drogere zomers en intense regenval. El Niño verstoort de normale weerspatronen, wat leidt tot deze extreme verschijnselen. Een combinatie met een warme oceaan, hè? Want ik denk dat het die twee dingen samen waren die het extreme weer heeft gegeven. Precies. De combinatie van El Niño met de al warmere oceaan door klimaatverandering heeft het extreme weer versterkt. Deze verhoogde oceaantemperaturen beïnvloeden de atmosfeer, wat leidt tot extremere weersomstandigheden zoals we die in Europa hebben ervaren. Dit onderstreept hoe complex en onderling verbonden onze klimaatsystemen zijn. We leven nu in 2024 en het komend jaar is een La Niña voorspeld. Wat is dat? La Niña is het tegenovergestelde van El Niño. Tijdens La Niña versterken de passaatwinden, waardoor het warme water nog meer naar het westen wordt geduwd, richting Indonesië. Dit zorgt voor kouder dan gemiddelde temperaturen in het oostelijke deel van de Grote Oceaan. Dit heeft ook invloed op het weer wereldwijd, maar meestal in de tegenovergestelde richting van El Niño. Dus wij kunnen in West-Europa drogere omstandigheden verwachten? Ja, precies. Tijdens La Niña zien we in West-Europa vaak drogere omstandigheden, vooral in de winter. Dit kan leiden tot koudere winters en minder neerslag in onze regio. Kun je iets vertellen over het actualiteitsprincipe in relatie tot klimaat? Het actualiteitsprincipe is een belangrijk concept in de geologie en klimatologie. Het houdt in dat processen die we vandaag de dag observeren ook in het verleden op dezelfde manier plaatsvonden. Met betrekking tot het klimaat betekent dit dat we hedendaagse klimaatveranderingen kunnen begrijpen door naar het verleden te kijken, omdat dezelfde natuurlijke processen aan het werk zijn. Het actualiteitsprincipe helpt ons dus bij het interpreteren van klimaatgegevens uit het verleden om huidige veranderingen te duiden. Hier zie je het plaatje wat de koolstofcyclus symboliseert. Zou je iets kunnen vertellen over de koolstofcyclus? Ja, de koolstofcyclus beschrijft hoe koolstof door de aarde, de atmosfeer, de oceanen en levende organismen. Planten nemen koolstofdioxide, CO2, uit de lucht op via fotosynthese en zetten het om in organische stoffen. Dieren eten deze planten en nemen de koolstof op. Koolstof wordt weer vrijgelaten in de atmosfeer door ademhaling, verrotting of verbranding. In de oceanen wordt CO2 opgenomen en kan het worden vastgelegd in kalksteen. De cyclus is essentieel voor het reguleren van de koolstofbalans op aarde. Geen vraag voor jou, nog even een resume van de 6 belangrijkste klimaatfactoren. Breedte ligging, hoogte ligging, ligging aan zee, liefst met een aflandige of een aanlandige wind, de ligging van gebergtes, de wind- en luchtstromen en de oceanische stromingen. Nou, op dit plaatje zie ik dat veranderingen in dit hele klimaatsysteem van buitenaf kunnen komen. Van andere bewegingen van de zon of veranderingen in de ligging van de verschillende platen. Maar ook intern in het klimaatsysteem zelf. Vertel van allebei maar even wat. Veranderingen in het klimaatsysteem kunnen inderdaad zowel van buitenaf als van binnenuit komen. Extern kunnen veranderingen in de zonneactiviteit of de baan van de aarde om de zon het klimaat beïnvloeden. Interne factoren omvatten vulkaanuitbarstingen of veranderingen in oceaanstromen, die van binnen het systeem zelf komen. Beide types van veranderingen kunnen aanzienlijke invloed hebben op het klimaat.
We hebben het er eerder over gehad, maar we gaan het nog even hebben over de positieve en de negatieve terugkoppelingsmechanismes in het klimaat. Zou je bijvoorbeeld aan de hand van permafrost een positief terugkoppelingsmechanisme kunnen beschrijven? Natuurlijk. Een positief terugkoppelingsmechanisme versterkt de oorspronkelijke verandering. In het geval van permafrost is het als volgt. Wanneer permafrost smelt, komt er methaan vrij, een krachtig broeikasgas. Dit verhoogt de temperatuur, waardoor nog meer permafrost smelt en er nog meer methaan vrijkomt. Dit vormt een zichzelf versterkende cyclus, wat kenmerkend is voor positieve terugkoppeling. Ja, positief is het natuurlijk niet, want ik denk dat dat opwarming van de aarde enorm snel zal gaan. Dit wordt ook wel gezien als een tipping point. Hoe moet ik dat zien? Ja, inderdaad. Een tipping point is een kantelpunt in het klimaatsysteem. Wanneer een bepaald drempelniveau wordt overschreden, leidt dat tot een drastische en mogelijk onomkeerbare verandering. Bij het smelten van permafrost komt er zoveel methaan vrij dat het de klimaatgedaan versnelt, wat kan leiden tot een kantelpunt met ernstige klimaatverstoringen. Wat denk jij dat de kans is dat we het kantelpunt van methaan, van permafrost, genaderd zijn? Het is mogelijk dat we dicht bij het kantelpunt van methaanuitstoot uit permafrost komen. De opwarming van de aarde heeft al geleid tot het smelten van permafrost in sommige gebieden, wat een waarschuwing is voor dit gevaar. Wetenschappers monitoren dit nauwlettend, omdat een kantelpunt ernstige gevolgen zou hebben voor het wereldwijde klimaat. Het blijft een gebied van actief onderzoek en bezorgdheid. Hoe groot is het permafrostgebied ter wereld? Permafrost is voornamelijk te vinden in de noordelijke regio's van de aarde. Het strekt zich uit over grote gebieden in Siberië, Canada, Alaska en Scandinavië. Ook in delen van de Himalaya en de Andes komt permafrost voor. Deze gebieden zijn bijzonder gevoelig voor klimaatverandering, omdat het smelten van permafrost aanzienlijke invloed kan hebben op het milieu en het klimaat. Hoeveel procent van die permafrost is inmiddels flink aan het smelten? Ja, dat klopt. In Siberië is de permafrost sneller aan het smelten dan in veel andere regio's. De extreme temperatuurstijging in deze gebieden veroorzaakt snelle ontdooiing van permafrost. Dit heeft grote gevolgen, niet alleen voor het lokale ecosysteem, maar ook voor het mondiale klimaat, vanwege de uitstoot van broeikasgassen zoals methaan. Oké, dus het heeft een lokaal effect, maar het heeft zeker ook een mondiaal effect. Een andere vraag voor jou is, als nou wetenschappers zouden zien dat het echt een kantelpunt bereikt, wat ze eigenlijk al zien, wat ze eigenlijk al zeggen, wat denk je dan dat mensen gaan doen? Als wetenschappers definitief zouden bevestigen dat een kantelpunt is bereikt, zou dit waarschijnlijk leiden tot een versterkte wereldwijde reactie. Er zouden vermoedelijk strengere klimaatmaatregelen worden ingevoerd met een focus op het verminderen van broeikasgasemissies. Daarnaast zouden er waarschijnlijk investeringen komen in technologieën voor koolstofafvang en opslag, evenals aanpassingen om de impact van klimaatverandering te verzachten. Publieke bewustwording en druk op beleidsmakers zouden ook toenemen. Kortom, het zou een wereldwijde mobilisatie kunnen triggeren om verder de schade te beperken. Denk je echt dat dat gaat gebeuren? Want ik zie namelijk helemaal niets gebeuren. Je bent niet de enige die deze het gevoel heeft. Hoewel er wereldwijd beleidsveranderingen en initiatieven zijn om klimaatverandering aan te pakken, gaat het voor velen niet snel genoeg. Vaak zijn economische en politieke belangen grote obstakels. Toch is er een groeiende bewustwording en druk vanuit de samenleving voor actie. Het blijft een uitdaging, maar er zijn steeds meer signalen van verandering en urgentie. Nou, de meest ingewikkelde feedback loop, zowel negatief als positief, is natuurlijk die van water. Nou, zijn allerlei wetenschappers in de wereld bezig om deze klimaatveranderingen te modelleren. En eentje daarvan, die uit Wageningen, de professor die daarover ging, die heeft wel eens gezegd, water is het meest ingewikkelde om in deze modellen mee te nemen. Ja,
Water speelt een complexe rol in klimaatsystemen. Het gedraagt zich op verschillende manieren, zoals waterdamp, wolken en neerslag, en beïnvloedt het klimaat op verschillende niveaus. Waterdamp is een krachtig broeikasgas en de vorming van wolken kan zowel verkoelend als verwarmend werken. Het dynamische gedrag van water maakt het een uitdaging om het nauwkeurig te modelleren in klimaatmodellen. Daarom besteden wetenschappers veel aandacht aan het verfijnen van deze aspecten om de nauwkeurigheid van klimaatvoorspellingen te verbeteren. Nou, ik kom eigenlijk bij de laatste sheet, die gaat over alle tipping points die in de buurt zijn. Er zijn veel meer tipping points nog, maar ik wil me even richten op het Amazon Rainforest. Dit jaar was door El Niño in het Amazonegebied een nogal droog jaar, waardoor er veel bosbranden zijn geweest. Hoe dicht zitten we daar bij een tipping point en hoe zou dat tipping point er precies uitzien? Het Amazonegebied is inderdaad in gevaar. Vooral na de droge periodes en bosbranden die El Niño met zich meebrengt. Wetenschappers waarschuwen dat we dicht bij een tipping point komen, waarbij het regenwoud onherroepelijk verandert in een drogere savanne. Dit zou leiden tot een dramatisch verlies van biodiversiteit en zou ook het wereldklimaat beïnvloeden, omdat het regenwoud een belangrijke rol speelt in de opslag van koolstof. De waarschuwing is dat als deze droogte- en brandpatronen aanhouden, we misschien snel een kantelpunt bereiken waar het regenwoud zichzelf niet meer kan herstellen. En als nou één van de kantelpunten gaat, hè, de Gulfstream die zou kunnen stoppen, de Greenland Ice Sheet die in elkaar kan storten, de permafrost die permanent kan gaan dooien, je hebt ook nog boreale bossen die kunnen gaan branden, dan zou het toch eigenlijk elkaar ook kunnen versterken? Ja, dat is een bezorgwekkende mogelijkheid. Als één kantelpunt wordt overschreden, kan dat inderdaad effecten hebben op andere kantelpunten, wat een kettingreactie zou kunnen veroorzaken. Dit wordt ook wel tipping cascades genoemd. Zo zou het verlies van het Amazonewoud kunnen leiden tot veranderingen in regenvalpatronen, wat weer invloed kan hebben op andere ecosystemen en het klimaat. Daarom is het cruciaal om deze kantelpunten te voorkomen, omdat ze elkaar kunnen versterken en tot onomkeerbare veranderingen kunnen leiden. Nou, dan zijn we er. Dan dank ik je hartelijk, René Cartier, voor je bijdrage en wellicht tot de volgende keer. Graag gedaan, Martin. Tot de volgende keer.